welkom op de reeks van de mindset vlogs die we gemaakt hebben in het kader van de mindset flow van het Talentenlab. Oké, we zijn ondertussen al aan het vierde deeltje gekomen van ons mindset reeks. Voordat we eraan het vierde deel gaan beginnen met name inzet, even kijken wat je de afgelopen drie delen al allemaal tussen de kiezen heb kunnen nemen. Dus, wat hebben we ondertussen? De manier van denken heb je kunnen aanpakken. Dus fixed mindset manier van denken versus de growth mind manier van denken. Wat eigenlijk de eerste stap is die je moet zetten. Je moet natuurlijk zelf geloven dat je niet met een valiesje zit, maar dat je met een toolkit zit. Stap 2 dan de uitdaging. Je hebt ergens gekozen voor een uitdaging aan te gaan om daar kleine stapjes in vooruit te zetten. En dus te durven jouw grenzen te verleggen, waar dat we dan vlekloos dus van jouw comfortzone naar where the magic happens. Dus waar dat je dus nieuwe dingen kan leren. Ik ben ondertussen al een paar keer tegen een muurtje gelopen. Met misschien een beetje bloed al. En je hebt dan in het derde deel beseft dat dus growth mindset ook wil zeggen dat je moet doorzetten. Leren, ja, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat vraagt wat inspanning, dat vraagt wat doorzetting. Dus in ons derde deel hebben we het dan gehad over het doorzetten. Hoe een growth mindsetter kijkt op doorzetten. En dan komen we vandaag op het vierde deel, inzet. Dus in het vierde deel weer hetzelfde, hè? Fixed mindset, growth mindset. Je zit niet zwart, je zit niet wit, dus je kan daarin evolueren. Dat is een groeitraject. Kies een bepaald doel, dus je kan fixed mindset en growth mindset zijn naar lang het onderwerp. Bijvoorbeeld in sport kan je heel growth mindset en dagelijks gaan trainen, dus daar is die inzet bijvoorbeeld enorm. Waar dat je in andere gevallen, zoals bijvoorbeeld zoon of dochter op school, maar voor alle duidelijkheid, dit fixed mindset, growth mindset gaat ook op voor de ouders. En zoals we in de themaavonden zeggen, herhaaldelijk, walk the talk. Dus wat jij doet, gaat ook mee beïnvloeden welke mindset jouw kind heeft. Dus als jij dit op jouzelf aan het toepassen bent, ook dan gaat jouw kind evolueren naar een meer growth mindset. Dus we zitten hier op het vierde deel. Wat is fixed mindset en growth mindset als het gaat over inzet? Weer hetzelfde verhaal. Het is geen plaat die blijft steken, maar het is wel heel logisch opgehoopt natuurlijk. Dus als je een fixed mindset hebt rond, dus je valiesje, en daar zit in wat je kan, en al de rest ja, kan je dus niet, dan ga je bij inzet, dus bij een vaste mindset, zoals je ziet in de grafiek, ik voel me dom als iets me veel moeite kost. Beetje hetzelfde verhaal, ik trek mijn valies open, goed, ja, het zit er niet in, dus het lukt mij niet. Ik moet echt inzet hebben om dit te realiseren, dus je gaat heel rap zeggen van, ja goed, dan is het voor mij niet bedoeld, want ik heb het niet in mijn valies. Weer hetzelfde als de afgelopen drie keren. Stapjes zetten naar een growth mindset. Dus matig vast. Ik werk liever niet te lang aan opdrachten. Hè. Mixed. Ik werk soms hard, maar vind het niet leuk. Groei. Ik werk hard om steeds beter in iets te worden. Naar supergroei. Ik zet handige vaardigheden en strategieën in. Dus in een fixed mindset is inzet, ja, eigenlijk eerder een signaal, een alarmsignaal van wow, hier moet ik verder niets mee doen, ik moet hier vanaf blijven, dat is mijn ding niet. Moet je geleidelijk aan in een flow geraken waar dat, als je voelt dat je inzet moet leveren, dus een inspanning moet leveren, dat dat net een signaal is van oké, kan dat dus nog niet, maar laat ik misschien mijn andere strategieën beginnen jongleren. Hoe kan ik dit op een andere manier aanpakken waardoor dat ik stappen vooruit kan zetten? Dus je gaat dan eigenlijk het eerder als een positief signaal zien dat je er inzet voor moet doen dan in het andere extreem geval van de fixed mindset. Dus ook hier, vierde deel al. Het zou leuk zijn moest je nog altijd op dezelfde uitdaging in handen hebben. Je mag ook switchen van uitdaging. Maar denk vandaag een keer goed na over iets. Mag ook hetzelfde zijn wat je de afgelopen dagen had, wat je dus niet kon doorzetten, maar het mag iets nieuws zijn ook. Wat daar eigenlijk jouw inzet wel vrij laag is en dat je eigenlijk als je dieper nadenkt dat het vooral is omdat je het nog niet goed kan. En probeer daar eens kleine stappen te zetten. Plan morgen 10 minuutjes in jouw agenda waar dat je dat gaat vastpakken en dat je daar al iets mee gaat doen.
10 minuutjes op de tanden bijten, 10 minuutjes doorzetten, 10 minuutjes inzet tonen om daar in dat projectje, in die doelstelling een stapje vooruit te kunnen zetten. Plan dan overmorgen misschien, of plan heel de week, elke dag 10 minuutjes. Het hoeft ook zoveel niet te zijn. Vele kleine beetjes maken echt wel één groot als het over groei gaat. Dus plan elke dag 10 minuutjes in om die inzet te laten groeien. En kijk, als je dat een aantal keer gedaan hebt, of dat je meer naar de mix ziet gaan. Ik werk soms hard, maar vind het niet leuk. Maar je begint te zien dat er daar resultaten uitkomen. En zo kan je dan eventueel volgende week naar 15 minuutjes of 20 minuutjes gaan. En dan zo gelijk gedaan je inzet vergroten. En hoe meer dat je dat gaat doen, hoe meer dat je gaat zien dat je ook strategieën gaat zoeken om dat te optimaliseren. Dus zo ga je qua inzet ook van een fixed mind naar een growth mindset gaat, waar dat je, als je jou aan het inspannen bent, als je inzet toont, dat je eigenlijk weet van, ja, maar ik ben hier iets aan het leren, ik ben hier een nieuwe strategie aan het ontdekken. Dit gaat mij nog helpen. Ik ga mijn toolkit anders kunnen beginnen hanteren. Zo, vierde deel. Iets korter, maar de uitdaging is waarschijnlijk steeds groter aan het worden bij jullie. Deel jullie ervaringen onder de video. Het zal altijd super zijn. Ik zal het ook regelmatig opvolgen en feedback geven. Geef ook elkaar feedback, want dat kan helpen in het groeiproces. In het geval van je kind, denk ik dat het dan ook vooral belangrijk is. Doe het zelf ook al. Walk the talk. Een van de dingen die je uit het boek van Mindset kunt halen, is dat ook de manier dat de ouders omgaan met inzet, met uitdaging, met doorzetting, een enorme impact heeft van hoe jouw kind, hoe jouw leerling, ook voor leerkrachten, hoe jouw leerling uitdagingen gaat aangaan. En de inzet zal gegarandeerd vergroten. Niet zo snel, het is geen quick fix program, zoals Covey dat dan zegt. Het is dus echt een investering op lange termijn, maar uit eigen ervaring bij onze eigen kinderen. We zijn ondertussen, denk ik, we zijn sowieso 5 jaar al bezig met Grow Me Coach en we zijn denk ik al 6 à 7 jaar bezig met The 7 Habits of Highly Effective People en vooral ook met Growth Mindset, Positive Discipline. We zien de graduele groei bij onze kinderen, we zien dat die impact eigenlijk op lange termijn enorm groot was, waar dat die eerste stapjes eigenlijk ja, toch relatief moeilijk en relatief klein bleken. Het is niet de gemakkelijkste weg, maar het is naar ons gevoel wel de beste weg om te bouwen. Dus weer heel veel succes, veel inzet, 10 minuutjes morgen. Als je de laatste 3 keer elke keer iets had voorgenomen waar het nog niet gelukt is, geen probleem. Kijk vandaag, pak inzet erbij, zet het morgen 10 minuutjes, blokje in je agenda. Kijk 1 linkje dat je morgen gaat doen om die moeilijke taak, om die uitdaging een stapje vooruit te proberen zetten. En dan zien we de volgende keer naar het 5e deel ondertussen, wat het volgende onderwerpje is waar we over Fixed and Growth Mindset gaan bekijken. Veel succes en tot de volgende. Bedankt om dit deeltje te volgen tot het einde. Misschien nog een keer kort om af te sluiten en vooral om de eer te geven aan wie de eer toekomt. Het Talentenlab, ga je rechtsboven zie je webshop staan. Daar kan je dus de Mindset Flow downloaden, volledig gratis. Er zijn ook enorm veel cursussen daar beschikbaar. Deel van die cursussen zijn ook cursussen die wij geven in het coaching traject, die in een apart filmpje door Marlijn gaat toegelicht worden. Dit volledige verhaal, Fixed Mindset, Growth Mindset, is gebaseerd op het boek van Carol Dweck, Mindset. We zullen onderaan ook nog de link delen als je geïnteresseerd bent om dat boek aan te schaffen. Ook via de bibliotheek van Gromy Coach kan je een link vinden voor dat boek. Dan misschien ook nog voor helemaal af te sluiten, wie zijn wij? Heel eenvoudig, www.growth-mindset.be of www.gromycoach.be, kom je er ook terecht. Kan je in de wie is wie vinden wie wij zijn. Ondertussen is Gromy Coach een team van, ja, ik ging zeggen 4 man, maar het is 1 man en 3 vrouwen. En we, eigenlijk is alles gebaseerd op het Growth Mindset principe. En gaat eigenlijk vanaf kleuters tot bijna bejaarden, dus we geven individuele coaching en groepscoaching voor kinderen. We begeleiden ouders, intakegesprekken, gesprekken op school. We hebben plusgroepen, zodat hoogbegaafde kinderen leren samenwerken. We doen dat ook voor tieners, geen plusgroepen, maar individuele coaching. En dan hebben we Inge, die, dus het eerste stuk is vooral Marjolein en Marleen, die daar actief in bezig zijn, dus kinderen en tieners.
Als we gaan naar studenten en volwassenen, dan bieden we gewone coaching aan en bieden we loopbaancoaching aan. Daar neemt Inge vooral de lead in. Doen we ondertussen zowel binnen als buiten, gezien de coronatoestand is, kunnen coachen natuurlijk ook best interessant. Dat doen we allemaal op maat van de hoogbehaafden, rekening houden met de mindset, denkend aan COVID en vooral ook denkend aan alle kenmerken die de hoogbehaafden hebben, die toch heel specifiek zijn en maken dat zo'n standaard coaching niet werkt op hoogbehaafden. En dat ze dus een andere stijl, andere aanpak van coaching zoeken. Dus het is een heel uitgebreid traject. Surf zeker naar de site voor meer informatie. Ik zal de link ook hieronder nog een keer steken. In het najaar geven we ook themaavonden rond het onderwerp. Daar zien we echt al naar uit, want die van het voorjaar zijn geannuleerd. En daar vertalen we nog meer in de diepte alle aspecten rond hoogbehaafdheid, rond growth mindset, positive discipline, dus kinderen opvoeden zonder straffen en belonen. De zaken rond de school, zodat die uitdagingen zijn, dat ze kunnen fouten maken, alles daar rond. En dan in het laatste deel ook voor de ouders, voor zichzelf, wat hoogbehaafdheid voor volwassenen wil zeggen. Dus, surf naar onze site, like ons op Facebook, zodat je ook daar de berichten kan volgen. Er ligt veel op de plank. De plank is eventjes gesloten geweest door corona, maar ik zie voluit om in het najaar met GrowMeCoach de lat weer net iets hoger te leggen. We hebben veel geleerd uit de afgelopen maanden en we willen in het najaar weer met een aantal unieke initiatieven naar jullie toekomen, zodat we iedereen maximaal kunnen helpen. We zullen ook in intakegesprekken, als we zien dat er een collega is die meer op maat van jouw service kan bieden, zullen wij ook doorverwijzen. Growth mindset, vanuit het perspectief van overvloed, willen we altijd dat je bij de beste coach kan terechtkomen. Want wat voor de ene werkt, werkt voor de andere niet. Dus in ieder geval, surf nog naar de site. We zien elkaar in het vervolg van de reeks. En dan hebben we ook nog het ene deeltje met Marjolein, die ook nog moet komen. Succes! En bedankt voor het kijken tot het einde.